ben Didier van der Linden. Ik ben een liefhebber van auto's, vooral oude auto's. En liefst sportwagens. Bij die oude sportwagens heb je nog altijd die adrenaline, het rijplezier, de hardheid van de auto. Het gevoel zit er nog helemaal in feite. Ik zocht een Simca 8 Spar van 1952. Ik was al maanden op zoek op internet. En op een avond zie ik een advertentie staan op het Franse net. Prototype 1960 te koop. Aluminium auto, ik zag dat onmiddellijk. Zonder lak, wrak. En ik dacht, ja, wauw, dat is het. Ik vroeg aan die mensen om zo snel mogelijk foto's van de ophanging door te sturen. En dat leek mij oké. Dat was dus een formule ophanging die eronder zat. Ik heb onmiddellijk beslist om zaterdagsmorgens heel vroeg naar de Vogezen te vertrekken. Vrienden rondgebeld, wie er mee wilde, maar iedereen was druk bezig. En toen is mijn oudste dochter, die zei, papa, ik ga mee. We zijn vertrokken. Daar aangekomen, stond helemaal in de wei. Ik vond het eigenlijk niet direct, maar ik zag hem al tussen het gras staan, tussen andere wrakken. De manier waarop die auto gemaakt was, was te zien dat het echt door iemand gedaan was die er echt professioneel mee bezig was. En die wist wat hij deed. Geen geschiedenis, ik wist helemaal niet wat het was. Ik zag dan op de voorruit een half vergane sticker van een omloop van een circuit. En in het licht, het zonlicht, kon ik resterende overblijfselen zien van letters en daar stond OORT strekken op. En dat, toen wist ik dat het Zandvoort Renstrekken Circuit was. Dus ik dacht, ja, die auto heeft gereisd. We rijden naar huis. Ik vroeg aan mijn dochter, als jij hem mooi vindt, dan kopen we hem. En zij was toen 13 jaar, 13, bijna 14. En ze zei, papa, het is prachtig. En we zijn naar huis gereden en zondags heb ik opgebeld en heb ik mijn bod geplaatst en heb ik hem gekocht. Dus ik had dan de auto gekocht, maar dan begon mijn zoekwerk. En dat heeft heel lang geduurd, zelfs meer dan een jaar. Ik had wel documenten, de originele documenten van de registratie voor de weg in Engeland, de V5, Vixen GT, en dat was het. Maar ik wou er niet aan beginnen voor ik de volledige historie had. Toen vertelde iemand er mij, zeg maar, is dat niet de auto van Lionel Aglave? En Lionel Aglave, ik wist niet wie dat was. Ik zocht op internet. Lionel Aglave is een GT-piloot in de jaren 60. Een succesvolle piloot. En via Lionel heb ik dan uiteindelijk het nummer van Ian gekregen. En toen ik hem aan de lijn had, de eerste keer dat ik hem belde, zei onmiddellijk, are you the Belgian who found my vixen? Ian racete elke weekend bijna. En hij wou een low-line racer, maar in coupévorm, om naar circuit te rijden. En dan zijn formuleauto's op de vrachtwagen. En dat was zijn uitgangspunt. Hij wou er 3 maken. En eigenlijk heeft hij er maar 1 afgewerkt, omdat hij te druk bezig was eigenlijk om, met zijn formuleracen. Dit is ook eigenlijk de eerste auto met een geïntegreerde achterspoiler. Dus geen enkele auto ter wereld in 1962, bij zijn ontwerp, had een achterspoiler. Je had de Ferrari 250 GTO in 63. Stirling Moss heeft op het testcircuit in Italië heeft hij er een plaat mogen aanschroeven om de auto op de weg te houden. En dan de Ford GT40's, die in juni 1964, die waren ook niet op de baan te houden. Maar Ian had dit al bedacht voor heel die geschiedenis van Ferrari, Ford, zelfs Porsche. De eerste Porsche 904, die had ook geen spoiler. Die zijn er allemaal nadien pas bijgekomen. Toen ik hem dat vroeg, hoe ben je daarop gekomen eigenlijk om in die tijd een spoiler te tekenen achteraan de auto? En antwoordde heel laconiek zo, I thought it was beautiful, it was my lucky design.
Dus eigenlijk deze auto, Ian vertrok voor zijn ontwerp vertrok hij van een reservesnuit van een Cooper Jaguar Mark II. Er zijn er maar, volgens mij, maar twee van gemaakt. De achterlichten, zoals je kan zien, die zijn van een Ford Cortina. Er zijn verschillende racewagens in die tijd die die lichten gebruikten. De voorruit heeft hij gevonden bij ook Ford. Dat is een Ford, dat is de voorruit van een Ford Consul. En de carrosserie heeft hij helemaal eigenlijk zelf gemaakt. Zijn vader heeft hem ook geholpen in die tijd. Nadien, dus in de restauratie zelf, ik had de motor niet meer. En door in communicatie te komen met Ian, hebben we eigenlijk samen beslist om zijn eerste concept af te werken. Dus eigenlijk de Buick Rover V8 te monteren. En dat is dus supergoed gelukt. De auto rijdt heel goed. Vermogen, koppel. Maar het is wel een auto die snelheid nodig heeft. Traag verkeer is geen optie. Alles wordt warm, dus het is geen boodschapauto. Als ik de geschiedenis had, ben ik er aan begonnen. Zo'n auto demonteren is helemaal niet gemakkelijk, want alles zit vastgeriveteerd op het chassis. Je moet je referenties houden, foto's, enorm veel foto's genomen. Binnenin, fototoestel, klik, 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 zonder te kijken, foto's, foto's. Want je hebt geen referentie meer. Als de auto helemaal gedemonteerd is, je kan nergens gaan aankloppen, hoe ziet het eruit of hoe was het. Ja, het chassis. Helemaal schuren. Gelukkig was het chassis niet geraakt bij ongevallen. Was nog mooi recht. Geen corrosie binnenin. Heel, heel bizar eigenlijk. Die buisjes binnenin waren helemaal niet aangetast. Hier en daar versterkt, wetende dat die kolossale V8 het werk gaat doen. Ja, het chassis dat ging vlot. Ik kon vroeger geen aluminium lassen. Dus heb ik dat eerst geleerd. Ik heb leren aluminium rollen. Op het Engels wiel, kloppen op een zandzak, modellen maken met papier, karton. Ik heb mijn tijd ervoor genomen. Het heeft 3,5 jaar geduurd. Als ik niet vooruit kon, dan ging ik op raad bij mensen die het wel konden. De motor heb ik eigenlijk laten configureren in Engeland. We hebben een in samenspraak met Ian, ik heb hem wel moeten afremmen, want hij wou de meest radicale nokkenas erin. Ik zeg Ian, Dat gaat niet gaan voor de weg. Dat is echt een race nokkenas. Laat ons een mildere nokkenas nemen. En dat is dan gebeurd. Afstelling was niet evident. Heeft een maand geduurd om die carburators mooi af te stellen op de motor. We zaten met een groot vermogensverschil tussen links en rechts. En, we zijn gaan zoeken op de verkeerde plekken, verkeerde sporen. Uiteindelijk hebben we het toch mooi gevonden. De spoeiers aanpassen, de venturi's aanpassen. Yes! Woo! Holy motherfucker! Woo! De auto weegt in totaal met vloeistof 880 kilo. We zitten met een 280 pk aan 6500 toeren. En een koppel van 3850 newtonmeter. Aan 3800 toeren. Dat is het maximum koppel. En voor die motor is dat echt een mooie prestatie. Dat is een 4 liter V8. Ja, vroeger hadden ze zoveel pk niet, maar we hebben het er toch uitgehaald. Eigenlijk de juiste keuze. Dus alles past mooi op elkaar. Carburators, vliegwiel, koppel, schakelbak. Schakelbak is een 5-bak transaxaal. Dat is eigenlijk een schakelbak van een Renault Alpine, 5-bak.
de onderdelen monteren, dat is het, ja, dat is de kers op de taart. Hè. De koplampen erin, de deuren erin, de ruiten erin, de wielen erop. Het is een puzzel die tot zijn einde komt. Dat gaat natuurlijk heel snel en in verhouding met de hele restauratie. Maar het, de voldoening is enorm als je die, al die spullen monteert. Dat is eigenlijk de beloning van 3,5 jaar hard werk. Dat was een groot vraagstuk. Hoe gaat die rijden? Ja, je werkt er zo lang aan. En dan weet je eigenlijk nog niet hoe die auto gaat, zich gaat gedragen. Maar ook dat is fantastisch. Je wil er gewoon altijd hard mee gaan. Elke bocht wil je tot de limiet. Rijdt supergoed. Nogmaals, zien wat hij getekend heeft is fenomenaal, eigenlijk. Ik heb de auto naar Engeland gebracht, want ik had, toen ik Ian voor de eerste maal aan telefoon had, heb ik hem gezegd, kijk Ian, ik ga die auto restaureren en ik breng hem naar Engeland en jij zal de eerste zijn die met die auto gaat rijden op het circuit van Alton Park, waar jij die auto 50 jaar geleden hebt getest. Dus ik kom je de sleutels brengen en de auto. Toen ik de auto op de parking in de paddock had van Alton Park, het eerste wat Ian zei tegen mij als hij eraan kwam was: ik had nooit gedacht dat jij je woord ging houden, want zoveel mensen beloven van alles en nog wat. Zo'n moeilijk project, zo'n lang project. En ja, daadwerkelijk, je hebt je woord gehouden, het staat hier en let's have a go. Hup, erin. Hij had zijn helm van de jaren 70 nog bij, zijn formule helm. Ik kroop erin en weg was hij, het circuit op, 81 jaar. Als ik met deze auto buiten kom, op een oldtimer happening, vrienden bezoeken, het is waanzin hoeveel aandacht deze auto trekt. Ik heb tot hiertoe nog niemand gezegd van, nee, vind ik mooi. Dus de simpele, mooie lijnen trekken de aandacht bij iedereen. En ik krijg ongelooflijk veel respons op deze auto. Als ik naar een happening ga, dan lukt het mij soms niet om mijn eten op te eten, mijn drankjes op te drinken. Je moet allemaal uitleg geven. Mensen komen er gewoon op af en willen uitleggen en willen weten wat het is. Er is er maar één. Het is totaal onbekend. En de combinatie van de twee, het mysterieuze en de schoonheid van deze auto, ja, maakt het eigenlijk een voltreffer telkens. Waanzinnig, waanzinnig verhaal in feite. Dus een wrak kopen, niks eraan en dan het resultaat dat zo is geworden is fenomenaal.